Maar die ondertussen, was jullie zitten hier een beetje te lachen. Het is een trieste dag. Johan is overleden vandaag. Johan, toch? Ja, ja, helaas, ja. Ja. Ik lach daar. Ik denk van heel veel mensen die hopen nou dat het echt is. Zo kom je binnen namelijk. Ik bedoel, je ziet er echt uit alsof je al een half jaar in het water hebt gelegen. Maar dat was ook zo dus begrepen. Ja, ja, ik had een half jaar in het water gelegen, ja. Ja, voor een film. Voor de duidelijkheid. Dat mensen ja, die denken... het schijnt een hele bekende serie te zijn. Het was eerst Ome Cor en dit heet Opa Cor van ja. Martin van Waaienberg. Ik kende hem niet, maar iedereen die kent hem blijkbaar wel. Kijk, dat is Martin van Waaienberg. Ja, is dan, is dat, dat is dan ja, Ome Cor, ja, ja. Zo'n platte Rotterdammer. Ja? Ja? Maar ja. Wordt dat voor tv, Videoland? Nee, de bioscoop. Bioscoopje. Ja, Ome Cor heb ik gezien. Dat is echt heel leuk. Ja. Eerst in Pathé ook nog, begrijp ik. Dus echt in de grote theaters, Johan, ja. Hè? En een lange rol, groot film? Ja, ja, maar die monologen, uit je hoofd leren, dat is wel even ja, ja, stampen, je kan ook met zo'n behangrol. Nee, ze hadden daar geen behangrollen. Nee, je moet het allemaal zelf doen. Ongelooflijk allemaal. Luister, ik ben er nou echt gewoon zat, ja? Abonneer je op dat YouTube-kanaal of je gaat in een zak en mee naar Spanje. Ik ben er nou helemaal klaar bij. Abonneren.